Klein stukje. Ja, there we go. Yes, we hebben een busje, we hebben een busje. We rijden vol achteruit. We rijden die politie over. Oké, let's go, let's go, let's go. Maken dat we wegkomen nu. Helemaal leuk je te kijken naar een nieuwe video van mij, Fire Canoway. En vandaag gaan we een nieuwe heist doen. En dan vragen jullie waarschijnlijk af, hoe ga jij in godsnaam een nieuwe heist doen terwijl jij in het huis van Michael staat? En dat betekent singleplayer. Nou, dat klopt. Er is geen nieuwe heist uitgekomen voor GTA Online. Maar er is een nieuwe heist aangekomen voor de GTA singleplayer. En dit is uitgebracht door een modder. En die modder dacht van, ja, Rockstar brengt maar geen nieuwe heist uit voor GTA Online. Dus dan doe ik het zelf wel. Dus deze guy heeft gewoon zelf een hele eigen heist gemaakt. Helaas zitten niet de cutscenes erin en geen stemmen. En alles gaat door middel van tekst die best wel snel weggaat. Maar het is zeker heel erg tof om te doen. Ik heb deze heist verder nog niet zelf gespeeld. Ik heb wel even getest of de mod werkt en die werkt. En die gaan we daarom ook bij deze activeren. Ik druk F5 en de link van deze mod staat natuurlijk in de beschrijving. Oké, we hebben nu de story mode heist geenabled. En dat betekent dat Lester elk moment contact met mij op kan gaan nemen. Over dat er voor mij een heist beschikbaar is. There we go. Ik krijg een smsje van Lester. Kom en meet at my house. Meet Lester at this house marked with the H. To start the introduction. En hier gebeurt een ongeluk voor mijn neus. Man, moet hij ook niet zo hard rijden in mijn straat. Potverdorie, dat kan echt niet. Nee, grap. Even kijken. We zetten onze waypoint richting Lester. Want ja, Lester gaat ons... Hé, ik kan die waypoint ook... Hè? Wacht, ik had een betere route eerst. En die was als ik hem hier neerzette, geloof ik. Ja, kijk, die route is veel beter voor de snelweg. We gaan snel naar Lester toe. Kijken wat hij ons te vertellen heeft. En de heist die we vandaag gaan doen is Daddy's Little Girl, geloof ik. En ik heb een klein beetje research gedaan. En het gaat over een meisje wat ontvoerd is door een bende. Nou ja, die bende, dat weet ik niet precies, maar daar komen we straks achter. En die vader heeft enorm veel geld over om zijn dochter te laten bevrijden. En is daarom ook op zoek naar een goed team die dat kan. En ja, zo is Lester natuurlijk bij mij uitgekomen. Want vroeger heb ik al een aantal heists voor hem gedaan. En die hebben we allemaal supergoed gedaan. En nu wilt hij ons weer inhuren voor deze heist. En natuurlijk verdient hij daar natuurlijk ook wat geld aan. We gaan even kijken. Hier gaan we rechtsaf. Gaan we de snelweg op. Kijk, is dit de goede kant? Ik hoop het wel. Niet dat ik nu tegen het verkeer inrij. Maar ja. Zijn er nog andere super toffe mods die jullie graag willen zien die ik ga behandelen? En dan kan je op de website gta5mods.com kijken. Of dat net. De link zet ik ook wel even in de beschrijving. En als je daar iets vets, heel erg vets tussen ziet staan, laat het maar weten. Ik heb in ieder geval gezien dat er weer een aantal nieuwe zombie mods bijgekomen zijn. Dat is wel heel tof. Natuurlijk zijn er veel mensen bezig geweest om deze mods mogelijk te maken. Omdat Halloween pas is, geweest. Ik ga heel even de telefoon opnemen. En dan ben ik bij jullie terug. Dus ja, daar ben ik weer. Helaas, ik ben echt altijd gebeld, hè. Dat vallen jullie van mij ook op. En weet je wie het altijd is? Het is altijd mijn moeder. Die belt mij echt veel te vaak. En dan zeg ik dat ik aan het opnemen ben. En dan belt ze alsnog. Waarschijnlijk moet ik de boodschappen uit de auto halen of zo. Maar dat doe ik straks wel. Even kijken. We zijn inmiddels bijna aangekomen bij onze grote vriend Lester. En die woont in dit prachtige huisje. Niet die eens. Dit huisje met al die camera's. Nee, ook niet die. Die. Dat groene huisje. Je ziet namelijk de camera's al hangen. Zo. En die gaat ons nu precies vertellen wat we allemaal moeten gaan doen in deze heist. Ik zie zelfs een geel puntje voor de deur staan. Dus ik neem aan dat we hier moeten zijn. Nou, laten we eens even aanbellen. Lester, it's me, Michael. Open the door. Give me a moment. En natuurlijk is hij zo sloom. It's open. Kom in. Oké, we kunnen binnenkomen. In dit prachtige huis van Lester. Lees jullie maar even mee, jongens. Het gaat heel erg snel. Ik kan niet allemaal gaan vertalen. Goed, goed. Oké, er zijn wat mensen die waarschijnlijk een job voor ons hebben. Ze hebben gevraagd of voor professionals.
En hij heeft Franklin en Trevor ook al gevraagd om mee te helpen. En zij krijgen natuurlijk een kleine cut van de money. So, before we forget. Oké, how good. Oké, we krijgen de vraag van hoeveel geld gaat het verdienen? Good in 7 figures. Nou, dat klinkt inderdaad als heel veel geld. I know you guys, masters criminals. Dus we krijgen wat extra betaald. Oké, nou, super chill. Are you in? Natuurlijk ben ik ervoor in. Of course I'm in. Geef me dat geld, maar hoeveel verdien ik nou precies? Ik ben al wel nieuwsgierig. Oh, ik word weer het huis uitgegooid. Lester's house will be used as hideout for all heists. You will start every heist here. Oftewel, hier start je elke heist als je een startup missie hebt gedaan. En je moet naar Lester toe lopen om een overview te krijgen van welke heist je kan spelen. En welke setup missies er allemaal zijn. Ik neem aan dat ik nu opnieuw naar binnen moet lopen. Dus laten we het even doen. En laten we even kijken of we bij Lester een heist kunnen starten. Daddy's Little Girl. Inderdaad. Laten we E drukken. En dan krijgen we hier de reward. Even kijken. 4,5 miljoen. Sowieso. Your cut. Ik krijg zelf 2,47 miljoen of zo. Dus dat vind ik wel mooi. Dat betekent dat ik 55% van het geld krijg. En ja, Lester en Franklin die hebben natuurlijk helemaal niet zoveel nodig. Laten we deze heist gaan beginnen. Oké. Het is een multinational. Kijk, het is in ieder geval van een multinational. In ieder geval iemand die heel veel geld heeft. Multimiljonair. Oké, in ieder geval zijn dochter is blijkbaar gekidnapt. En hij heeft daar 4,5 miljoen voor over. Hij heeft de locatie weten te trekken. En dat volgt. En we moeten iemand volgen van Ballas. Naar zijn appartement. Naar de locatie waarschijnlijk. Oké, we gaan op zoek naar die gangmember. Want ik denk als we deze gangmember hebben gevonden. Dat we dan wel erachter kunnen komen waar dat meisje verstopt zit. En waar ze vastgehouden wordt. Oké, go to the home location. Of de gangmember. Nou, laten we dat maar eens gaan doen dan. Laten we er snel heen gaan. Natuurlijk geen tijd te verliezen. Want die gangmember kan elk moment weggaan. En als hij weggaat, dan hebben we natuurlijk een probleem. Want dan kunnen we hem niet meer achtervolgen naar wat waarschijnlijk de plek is waar het meisje verstopt zit. Even kijken. De gangmember woont hier gelukkig niet zo heel ver vandaan. Dus dat scheelt. We rijden even met 180 km per uur hier door de straat heen. Oké, misschien was het ook niet zo'n goed idee, want ik heb gelijk een ongeluk. En we gaan hier naar de treinbaan linksaf. Zo, oh. Ik moet wel op de weg blijven. En het lijkt erop dat hier ergens ons gangmember woont. Want in dit huis? Moet ik hier echt voor de deur? Hé, daar komt hij al. Wait for the gangmember to start driving. Follow the gangmember, but stay at a safe distance. Oftewel, we moeten afstand van hem houden. En nou even kijken, wie is de gangmember? Nou, voor mij is hij dat. In die SUV daar aan de overkant. Oké, dus ik rij even rustig om. We moeten natuurlijk een gepaste afstand houden. Dus ik keer eventjes hier. Oké, het lijkt erop dat we moeten opschieten voordat we hem kwijtraken. We moeten hier rechtsaf. En ik vraag me heel erg af, waar gaat hij nou heen? Waar verstop je nou een meisje die je gaat gijzelen omdat je losgeld wil eisen van een hele rijke miljonairsvader? I don't get it. Laten we een beetje op afstand blijven. Het liefst heb ik ook dat er een auto tussen ons inrijdt, waardoor het minder opvallend is. En ik zie hier een hele grote fabriek voor me. Voor mij gaan we een beetje naar het industriegebied van Los Santos. Misschien zit ze wel ergens opgesloten in een loods of zo. Ik weet het niet. Oké, hij rijdt weer verder de auto. Hij gaat hier rechtsaf. Er rijdt daar wel nu een andere auto bij, dus dat scheelt. Oké, dan kan ik erachter. Oh, dan gaat die weer naar rechts helaas. Hij rijdt zelfs door rood heen. Oh, nu moeten we rekening houden dat dit niet al te veel opvalt. Ik ga ook door rood heen. Ik zit namelijk in een achtervolging. En ik wil hem niet kwijt zien te raken. We achtervolgen hem nog. Oké, hij rijdt nu voor ons. Er nu een auto tussen. Mijn auto valt wel een beetje heel erg op, hè. Wie gaat er nou iemand achtervolgen met een knalgouden auto? Dat is echt niet handig. Ja, ik kan misschien een andere auto moeten kiezen die wat minder opvallend was. Ja, als je hetzelfde als dat je achtervolgd wordt de Ferrari. Dat gaat je op een gegeven moment ook wel opvallen, denk ik.
Want en dat trekt best wel je aandacht, zeg maar, als je een beetje van auto's houdt. Ik in ieder geval wel. Oké, we staan te wachten. We zijn inderdaad het havengebied ingereden van Los Santos. En ik ben bang dat ze dat meisje ergens vasthouden hier in een of andere loods. Ik weet het niet. Even kijken. Het is wel druk hier op de weg. Die moet ik ook invoegen. Nou, laat ik dat maar doen dan. Oh. Zo. Ik moet zeggen, elke keer als ik GTA op de PC speel, word ik weer verbaasd. Van ontiegelijk mooi deze game is. Oké, er komt een trein langs rijden. Dat is al wat minder. En ik moet opletten, want ik botste tegen die auto aan. En staat gelijk in mijn beeld. Do not get too close to the gang member. Or you will get spotted. Dus ik weet niet wat de afstand is, hoe ver ik mag staan. Maar ik moet wel opletten. Anders moet ik het straks nog een keer doen. Daar heb ik helemaal geen zin in. Oké. Side dogs. Drive safely. Oké. We achtervolgen de auto nog steeds. En ik vraag me nou af waar die heen gaat. Hou hem goed in de gaten. Ik wil niet dat hij in één keer verdwijnt. Die oude treinbanen. Ik weet niet. Ik heb altijd wel met industriegebieden. Ik vind dat altijd zo vet. Stel, ik weet niet. Hé, ik zie daar een icoontje staan. Een geel puntje. Van mij moet ik daarheen. Ik zie dat mijn auto... What the hell? Oké. Dat was misschien niet zo handig, meneer de crimineel. Want je rijdt je auto zojuist tegen het hek aan. Ja, je moet door de slagboom heen. Oh, wat gaat hij doen? Wat is hij allemaal doen? Ik hou even afstand. Oké. Onze crimineel is binnen. Die heeft ondertussen het halve hekwerk kapot gereden. En de slagboom al goed gereden. Maar dat maakt niet uit. Park near the shipyard and wait for the gangmember to park the car. Oké, de gangmember die gaat vandoor. Het lijkt erop dat hij inderdaad hier ergens bij deze loods zich schuil houdt. Maar moet ik er nu op af? Moet ik uitstappen? Moet ik niet doen? Ik zie hier wel een aantal mensen staan. Oh, sorry mijn keel. Ik ga zo even een slokje water drinken. Maar ik zie hier ook een aantal mensen staan. Ik zie hier... ik zie daar ook mensen in paarse kleding staan. Daar een stukje verderop. Dat is geen goed teken. Want volgens mij is dat van een van die gangs. En het wordt ook een beetje beveiligd hier. Door types die ik hier nog niet echt vertrouw. Hoe hij daar staat en zo. I don't get it. Oké, we hebben de locatie doorgestuurd naar Lester. En wij gaan zo snel mogelijk terug naar Lester zijn huis. Om te kijken wat zijn volgende intel is. Want hij weet nu in ieder geval waar de gangmember heen is gegaan. Dus er is een hele grote kans dat dat meisje hier in deze loods verstopt zit. Nou, we rijden weer verder. We gaan terug naar Lester. Ik ga me nou niet vertellen dat ik de hik krijg onder een commentary. Erger kan gewoon niet. Aan de kant, meneer, kom langs. Oké, we zijn inmiddels in ieder geval weer bijna aangekomen bij Lester. Die woont gelukkig niet heel erg ver weg. Dus een beetje afremmen, hier tussendoor, zo. Dan gaan we hier links af. Zo. Ik kan het wel. Nou, we rijden even vol gas door. Gaan hier rechtsaf. En ja, dan zijn we echt weer bijna bij Lester. Dus er is een grote kans dat een meisje dus in die loods zit verstopt. Maar ja, hoe gaan we haar er bevrijden? Er zijn waarschijnlijk veel beveiligers aanwezig. Die ervoor willen zorgen dat er geen pottenkijkers komen. Zodat ik erachter kan komen dat het meisje daar zit. En dan eventueel de politie zou gaan inlichten. Oké, ik parkeer de auto hier aan de overkant. Zo. En dan lopen we weer even naar het huis van Lester toe. Ik weet niet, wat is dat voor auto? Daar stopt in één keer een auto. Heel erg. Er stapt iemand uit. Hij woont daar blijkbaar. Oké, weet je, die man trok mij een beetje argwaan. Ik wou even kijken wat hij ging doen. Je weet me nooit. Misschien word ik wel achtervolgd, hè jongens. Ik ben natuurlijk net wel gaan spotten, maar voordat je het weet, zijn die gangsters staan die voor mijn eigen huis of voor het huis van Lester. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Location detail stand, head back to Lester. Dus laten we naar binnen lopen. En eens even kijken wat Lester ons te melden heeft. Hallo Lester. Heist past. Heist setup observe. Oké. We hebben deze eerste heist setup missie gecomplete. En natuurlijk willen we er zo snel mogelijk nog een gaan doen. Maar eerst ga ik eventjes de kraan zoeken. Even kijken. Nou, die zit hier denk ik wel. Waar zit Lester zijn badkamer? En waar is zijn rolstoel? Lester, waar is je rolstoel heen, jongeman?
Je staat er wel een beetje moeilijk zo. Je kan denk ik beter op bed gaan zitten of zo. Of ergens anders. Of je bureaustoel is ook gejat. Het gaat niet zo goed met deze man. I don't know. Hij heeft in één keer geen rolstoel meer. Waar heb je een rolstoel staan, Lester? Ik denk dat hij... Het lijkt net alsof hij moet poepen nu. I don't know. Oké, maar Lester is in ieder geval zijn rolstoel kwijt, helaas. Ik ga eventjes hier wat drinken. In de wc van Lester. En dan ben ik zo bij jullie terug. Zo, daar ben ik weer. Ja, soms is YouTube commentaten best wel vermoeiend voor je keel. En ja, daar krijg je heel erg dorst van. Eens even kijken. Continue heist. Daddy's little girl setup SWAT. Oké, ik ben benieuwd. Eens even kijken wat hij ons te vertellen heeft. You guys can enter the base, bla bla. Hij heeft de politiescanners een beetje in de gaten gehouden afgelopen dagen. En hij heeft waarschijnlijk een speciaal vehicle voor ons gevonden. All you have to do is attack. Oké, wacht even. Bring the truck back to me. Won't be easy to jobs. Multiple armed news officers. Oh, we'll kill you. Oh, dat klinkt niet best. Het lijkt erop dat wij dus een truck gaan stelen van de SWAT-eenheid. Trevor en Franklin die staan buiten mij te wachten om mij te helpen. Oké, super tof. Nou, ik ben benieuwd. Setup. Daddy's little girl SWAT. Oké. Hey, Franklin. Kun je me ook helpen? Relax, man. Hey, Trevor, man. Hoe is het ermee? Jullie komen mij allebei helpen. Ik ben jullie enorm dankbaar. En jij moet... Zat hij nou te grommen wanneer ik tegen hem aanliep? Oh, nee, laat maar. Dat is een hond. Ja, ik zie Trevor ook wel aan voor iemand die gaat grommen als je tegen hem aanloopt. Oké, laten we instappen. Ik zie hier een hele mooie auto klaarstaan. Ik denk dat dit onze heist auto is. Ja, mijn auto heeft helaas maar 2 zitplekken. En dan kunnen we 1 van de 2 niet meenemen. Attack the news convoy before they reach the LSPD headquarters. Oh shit, ze zijn ook nog onderweg. Oké, we moeten hierheen. Laat ik hier maar even snel een waypoint heen zetten. Laten we maar snel die kant op gaan. En ik vraag me af welke kant rijden ze op. Rijden ze me tegemoet over dit weggetje of gaan ze richting de snelweg? Wij gaan in ieder geval gassen. Vol gas. De kant op. Van de noeseenheid. En we gaan proberen een noesbusje te stelen. Dat komt me ergens heel bekend voor. Ik heb zelf ook een keer een zelfverzonnen missie gedaan dat ik een noesbusje moest stelen. En dat moeten we blijkbaar ook doen voor deze heist. Dus even kijken welke kant gaan ze op. Ja, ze rijden richting de snelweg. Dus laat ik snel doorrijden voordat ik ze kwijtraak. Dat willen we natuurlijk niet. Maar ja, de tactiek. Hoe gaan wij nou inmiddels in godsnaam een noesbusje overvallen? Het voordeel is dat ik deze keer in ieder geval niet de politie eerst moet uitlokken om 3-4 sterren te halen voordat zo'n noesbusje komt. Want ze rijden gewoon al. Dat maakt het waarschijnlijk wel makkelijker. Ik hoop alleen niet dat er heel veel soldaten en noesgasten op die op dat noesbusje zitten. Kijk, het zijn geen soldaten, het zijn gewoon politie-eenheden, maar alsnog. Even kijken. Ik hoor de politie-sirenes in de verte. En ik zie dat ze ook de snelweg hebben gepakt richting Los Santos. Dus ze zijn echt onderweg richting de politie-headquarters. En het klinkt ook als meer als één. Wow, er is file hier. Oh, ik zie daar een noesbusje rijden. Ik zie er 3 noesbusjes, holy shit. Waarvan de achterste nu vastgereden is in de file. En dat komt mij misschien heel mooi uit. Oké, dit wordt mijn noesbusje, dat weet ik wel. Misschien moet ik even nog niet uitstappen. Stap maar weer in. Oh shit. Ze rijden gewoon mijn deur eruit. Hey, dat is makkelijk. We rijden gewoon de eerste 2 noose guys over. Zo. Oh, hij blijft maar opstaan. Gaat dood. Oké, het lijkt erop dat ze niet zo blij zijn met mijn komst. Oh shit. En ik ben dood. Dat ging niet zo best. Ik ben gewoon gelijk vermoord. Nadat er een auto bovenop me botste. Oké. Dit was niet zo handig. Misschien had ik dan toch maar een Karuma of zo moeten meenemen. Oh, die heb ik natuurlijk niet in singleplayer. Of wel, ik weet het niet. Ik zie ook dat ik iedereen nog even zijn masker op kan laten doen. Jongens, iedereen doe je bivakmuts op. There we go. Oké, poging 2. Ik zie nog wel dat er nu een kleine bug is volgens mij. Want mijn beeld ziet er nog een beetje uit alsof ik busted ben. Maar misschien gaat dat zo weg. Ik denk het wel. Het is natuurlijk een mod. En deze jongen zegt ook, de mod is nog in beta. Dus ja, soms kunnen er een beetje rare dingen tevoorschijn komen. Zoals dit. Dat bijvoorbeeld mijn beeld nog in die speciale mode blijft. I don't know. Het ziet er een beetje raar uit. Misschien dat het zo terugschiet.
Ik heb het wel eerder gezien in ook de YouTube-video's van de mensen die deze mod hebben getest. Dat dit soms gebeurt, maar het gaat als het goed is over een paar minuten weer automatisch terug. Nee, laten we vol gas richting de Noose-eenheid rijden. Deze keer ben ik wel sneller als de vorige keer, dus misschien dat ik ze wel eerder klem kan rijden. Ik wil namelijk echt alleen het laatste busje van de Noose-eenheid pakken, zodat ik niet ruzie krijg met alle andere Noose-swats die in die andere bus zitten. Oké, ik zie ze hier voor me rijden. Ze gaan namelijk hier de bocht... Oh, kut. Dat is het verkeerde. Ik moet die kant hebben. Zo, oké. Ja, mijn beeld is weer normaal, gelukkig. Ik ben niet meer in zombie-mode. Oh shit, oké. Nice. Oké, we hebben hier 3 Noose-busjes. Ik kan op zich 2 Noose-busjes zien uit te schakelen met C4's. Dus grote explosie en dan zijn ze wel gone. Maar ik ben bang dat ik dan per ongeluk het Noose-busje die ik nodig heb ook opblaas. Of dat ik in één keer heel veel politie achter me aan krijg. Het is wel perfect dit, dat zal vastgereden zijn hier. Maar gaat deze er wel langs? I don't know. Oh. Ja, oké, weet je. Ik ga proberen ze hier al af te snijden van de rest. Zo, laat het Noose-busje rustig remmen. Nee, je mag er niet langs. Ik probeer ze even uit elkaar te halen. Andere Noose-busjes rijden nu langzaam door. Ik ga natuurlijk niet stoppen, want het busje drampt je gewoon aan de kant als ze er doorheen moeten. Ik denk dat hij dat wel elk moment ook gaat doen nu. Ik zit nog een beetje te teasen. Oké. Ik denk dat het tijd wordt om te gaan schieten. 4 Noose-guys, alle kanten. Oké, de ramen gaan natuurlijk niet kapot. Er wordt flink geschoten hier. Het lijkt er ook dat we de meeste Noose-eenheden nu al uitgeschakeld hebben. Het busje begint wel weer te rijden. Kijk, wat hebben we nog meer? We hebben nog een Uzi. We schieten de rest van de enemies dood, zo. Het Noose-busje is in ieder geval gestopt. Ik wil de band nog wel heel houden, want ik heb zelf het busje nog nodig. Hoe krijg ik het voor elkaar om de guards eruit te krijgen? Er zitten nog guards in, volgens mij. En ze schieten ook flink op me. Moet ik ze uittrekken ofzo? Ik weet het niet. Ik denk dat ik er maar uit ga dan. Oké, we rijden inmiddels op auto's mij hier bijna omver. Oké, het lijkt erop dat er meer SWAT-eenheden uitkomen nu. En ik krijg van mij gewoon een headshot. Nee, dit meen je niet. We gaan het gewoon nog een keer proberen. 3 keer scheepsrecht zeggen ze altijd, hè jongens. 3 keer scheepsrecht. Oké, nog 1 keer. Nou ja, ik heb een masker in ieder geval op. Is er geen andere auto die ik mee kan nemen? Volgens mij niet. Ik moet echt met deze auto doen. Nou jongens, instappen. Poging 2. Ik vond wel... Stap in, we hebben haast. Ik probeer eens weer klem te rijden in die bocht daar. Want ik vond wel een hele mooie plek. Want het was me bijna gelukt. Er waren bijna alle Noose-eenheden uit het busje gegaan. En de andere Noose-busjes waren alvast doorgereden. Oftewel, die stappen niet uit een busje om hun teammates te helpen. Omdat ze het gewoon niet in de gaten hebben. Ze denken gewoon dat ik ook zo'n auto ben die irritant is, die niet aan de kant gaat. Maar eigenlijk neem ik hun hele busje over. Oké, we gaan het nog een keer proberen. Het is natuurlijk niet een al te makkelijke missie dit. Deze eigenaar van deze mod heeft ook eerlijk gezegd dat deze heist best wel moeilijk zijn. Best wel hoge moeilijkheidsgraad hebben. Dus laten we het nog een keer proberen. Ik weet zeker dat het moet lukken. Hoe zou het nou niet kunnen lukken? Kom op zeg. 3 keer scheepsrecht, laatste keer. We hebben geleerd van de fouten. En de derde keer moet gaan lukken. Dit is wel de laatste laatste missie van deze heist die ik ga doen. Maar ik ga jullie beloven dat ik de volgende heist setup missie zo snel mogelijk ga doen. En dat ik jullie daar niet weken voor ga laten wachten. Even kijken hoor. Oh shit, ik rijd er bijna tegenaan. Oh kut, oh shit. Ik heb nog niet eens iets gedaan, jongens. What the fuck? Ik kom gewoon te dichtbij. Oké, ik kom gewoon te dichtbij. I get it. Stop met schieten. Jezus. Fucking hell. Oké, heb ik politie achter me aan? Nee. Hey, dat is handig. Of juist niet. Het lijkt erop dat iemand anders de Noose heeft getriggerd om te gaan schieten. Er rijden in ieder geval nu wel wat politieauto's bij in de buurt. Oké, oh shit. Er staat hier wat Noose nog. Die zijn uitgestapt. Dat is zeker niet zo chill. Eigenlijk wil ik nu een Colt Parfest aandoen. Maar heb ik die niet in mijn inventory hier? Nee.
Inderdaad, die heb ik niet in de singleplayer. Zo makkelijk als in GTA Online. Oké, de twee nieuwe soldaten die daar nog op de weg staan. Die moeten gaan uitzien te schakelen. Op zich kunnen ze ook gewoon aanrijden. Het lijkt erop dat hier al een aantal noes gastjes op de grond liggen. Er wordt nog steeds op mij geschoten. Is het een idee om uit te stappen, heren? Ik weet het niet. Inmiddels heb ik in ieder geval wel politie achter me aan. En dat zijn er niet weinig. Oké, ik ga er gewoon heen rennen. De politie komt naar me toe. Ik stap in. Ga naar de kant, meneer de noesman. Ik wil een busje hebben. Oh shit, oké, nou is alle noes boos. En het lijkt erop dat alle busjes zijn klemgereden. Hoe kom ik hier in godsnaam weg? Oké, het lijkt erop dat Trevor instapt. Michael stapt in. Jongens, instappen. Goed zo. Oké, iedereen zit. Het is natuurlijk gepanzerde auto. Alleen deze auto irriteert mij. Want als deze auto hier niet stond, kon ik nou gewoon wegrijden. Oké, we gaan het eens achteruit proberen. Ik leef nog wel. Ik kan die draai niet maken. Oh, wat is dit kut. Ik zit gewoon vast hier in een nieuw busje. Ik heb nu eindelijk een busje, maar die auto hier deed het klem. Oh, wat is dit kut. Ik kom er gewoon niet doorheen. En dat andere busje rijdt ook nog steeds. Kom op, dit moet wel lukken. Ik zit vast. Ah. Het is ook zo'n lom busje, hè. Zo'n groot ding. Ja, er komt wel een beetje beweging in. Ja, het is echt... Ik kan hem niet loskrijgen op deze manier. Ik zit gewoon echt vast. Ik kan die draai niet maken. Nog één keer naar voren steken. Nee, ik zit namelijk al tegen het andere busje aan. Nou, het scheelt dat ik nu niet geraakt kan worden. Er moet toch wel een manier zijn om hier uit te komen, jongens. Kom op, zeg. Oké, zo. Busjes naar voren rijden. En dan nu naar rechts draaien, zo. Verder. Ik haal bijna. Er komt inmiddels van mij wel rook uit mijn busje. Wat is het? Komt dat door mijn wielen? Ik weet niet. Hij zat echt wel klem. Ik begin eindelijk naar achter te komen. Come on. Zijn mijn banden allemaal lek geschoten? Dat kan het ook zijn. Ik weet het allemaal niet. Ik zit vast. En niet zo'n beetje. Ik heb nog nooit zo vast gezeten, jongens, in een game. What the hell? Ja, als we naar voren en naar achter bewegen de hele tijd, gaat het toch elke keer een klein stukje. Ja, there we go! Yes, we hebben een busje! We rijden vol achteruit! We rijden die politie over. Oké, let's go. Maken we wegkomen nu. Ondertussen zie ik dat er één deur aan de achterkant uit ligt. En volgens mij is dat Trevor. Trevor inderdaad. Die loopt te schieten. Uit de achterkant van het busje. Inmiddels hebben we 3 sterren achter ons aan. En de sterren... beginnen al te knipperen. Steal the noose truck. Containing a heavy armor. Oké, wacht even. Shoot. Containing the heavy armor. Shoot. Steal the noose truck. Oké, is dit wel de goede noose truck? Want het blijft in beeld staan. Are you fucking serious? Nee. Dit meen je niet. Jongens, ik heb de verkeerde truck. Even serieus. Ik heb het verkeerde busje gejat. Nou heb ik fucking heel Los Santos zo'n beetje achter me aan. Alle politie die er maar is. En wat heb ik? Het verkeerde busje. Oh mijn god. Het zit ook nooit mee. Oh wow. Oké, jongens. We gaan terug. Ik heb 3 sterren politie achter me aan. Inmiddels staat er een fucking noose eenheid mij op te wachten. En wij pakken gewoon het verkeerde busje. En we hebben zelfs nog de ballen. Om terug te gaan. Om uiteindelijk het noosebusje te stelen die ik wel nodig heb. Oké, nou ja, in ieder geval. We willen de heavy armor shoots hebben. Voor mij zijn dat soort van die poppetje. Die pakken die je aandoet als je een bom gaat dismantelen ofzo. Ik weet het niet. Maar ja, ik denk dat ik hem wel echt nodig heb. Want ja, anders wordt Lester boos. En ik denk niet dat ik dan iemand vrij ga krijgen hier. Oké, eens even kijken. Er staan hier inderdaad nog wel een aantal busjes. En de vraag is, welke is het nou? Ik denk dat het de achterste is. Ik heb ook zo'n heel slecht voorgevoel bij het uitstappen wat ik nu moet gaan doen. Want ja, ik zit nu in een veilige noosebus. Hiermee kan ik wel zien te ontsnappen, maar... Oh shit, wat gebeurt hier? Er knalt een auto vol bovenop. Ik ben natuurlijk geschrokken door al die kogels die hier rondvliegen. Ja.
Nou, even kijken. Het is echt heel kut als je zo'n busje vast hebt gereden tegen een muur aan. Dus je kan ze heel lastig sturen. Oké, we gaan het toch nog eens een keer proberen. We rijden naar voren. We gaan kijken welk busje nou de echte goede is. Er wordt flink beschoten nog steeds. Als ik dit red, dan is het echt gewoon bijna onmogelijk. Even kijken. De meeste nieuws zijn wel dood. Ik ga het toch doen. Uitstappen. Rennen. Welk busje moet ik hebben? Moet ik deze hebben? Is dit de goede? Is dit niet de goede? Oh shit, ik heb het verkeerde busje. Oké, ik ren er nog één keer heen. Het is het busje dat hier in het midden stond. Op zich ook wel begrijpelijk. Er komt wel heel erg veel rook van het busje af. Nou moet ik hem ook nog zien te draaien zoals de vorige keer. Maar dit gaat wat makkelijker. De vraag is, waar is Lester? Inderdaad, ik zie... Oh, die lag onder de auto. En Franklin ook. Doe maar stap in. Instappen. Goed zo. Oké, inderdaad. Er staat een hele grote krat achter in deze bus. En ik neem aan dat dit... De krat is... Oh shit, politieauto! Oh nee, oké, er komt rook uit mijn bus. Er komt heel veel rook uit mijn bus. De vraag is nog of ik het ga halen. Of die te veel gedamaged is of niet. Oh shit, ik hou echt niet van rook uit een bus. En ik moet ook nog eens een keer op gaan schieten. Want ik moet de politie zien kwijt te raken. Lose the cops. Hoe gaan we dat in godsnaam doen met 3 sterren? In zo'n slome bus. Die eigenlijk al ten dode is opgeschreven. Omdat de rook eruit komt. Er wordt in ieder geval flink geschoten uit de achterkant van de bus. De politie die achter mij aan zit, raken we vanzelf ook kwijt. Want Franklin en Trevor schieten hun complete magazijnen leeg op deze politieagenten. Ik weet niet hoe handig dit allemaal is, deze botsingen, voor mijn motor die al aan het roken is. Ik moet ze kwijt zien te raken. Hoe kan ik dat gaan doen? Oké, ik ga offroad. Ik ga treinbaan offroad. Oké, dit is misschien wel een hele mooie tunnel die mij een hele grote opportunity heeft om hier de politie kwijt te raken. Oké. Het lijkt erop dat de politie mij inderdaad kwijt begint te raken. Mijn sterren beginnen te knipperen. Ik heb inmiddels... Oké, ik zet de sirene even uit van deze noosebus. De politie is mij kwijt. De helikopters zijn mij kwijt. Want die kunnen mij natuurlijk niet zien hier in deze tunnel. Dat is in ieder geval heel goed nieuws. Ik hoop niet dat er een trein aankomt. Dan ben ik echt wel de lul. Ik vraag me ook af of mijn auto überhaupt nog het huis van Lester gaat weten te halen. Ja, hij ziet er nou niet echt al te best uit. Dan moeten we een kentakelwagen gaan halen ofzo. Om deze LSPD-bus ergens heen te voeren. We wachten nog heel eventjes tot mijn sterren verdwijnen. There you go, bring the news bus. Bring the news truck to Praise at Lester's factory. Oké, Lester's eigen fabriek. Oh, gelukkig, die is niet zo ver weg. Die zit hier onder, geloof ik. Die zijn we wel eens eerder geweest. Ik zet mijn waypoint gewoon even hierheen, maar ik moet even uitzoeken hoe ik daar kom. Nee, ik denk dat ik mijn waypoint beter op deze weg kan zetten, zodat ik hieronder kom, zo. Oké, we gaan proberen de tunnel weer uit te rijden. Hopelijk komt de trein er nu niet aan, want ik denk dat een klap van een trein deze bus niet meer gaat overleven. Oké. We rijden rustig naar buiten. Of er niks aan de hand is. Zo. En het lijkt er ook op dat de brug redelijk veilig is nog. Komt er niks van voren? Kijken, nee. Geen trein te bekennen. Hoe laat is het? Even kijken op mijn mobiel. Het is 's avonds laat. Ik weet niet hoe laat de treinen in Los Santos rijden. In Nederland stopt de NS er in ieder geval best wel vroeg. Oh shit! Oké, daar komt een trein. Trein. Rijden. Oh shit. Oh nee. Oké, de trein heeft mij niet geraakt. Eén probleem. Ik zie hier in één keer een probleempje. Hier zit namelijk een rand van een weg. En ik moet natuurlijk op zien te komen. Oké, kan ik hier omhoog? Ja, nee, ja. Oh, wauw. De bus is echt te zwaar. Dan maak ik heel veel moeite om hem nog op de weg te krijgen. Gaat het lukken hier? Huppakee. Zo, there we go. Het maakt niet uit, jongens, hoe slecht die noosebus eruit ziet. Het enige waar het om gaat, is dat we deze bus af zien te leveren bij de fabriek van Lester. En dan komt alles goed, want het enige wat we nodig hebben is die hele grote kist die achterin deze bus zit. Met extra sterke armor is dat volgens mij. Die ons kan helpen beschermen bij de overval
op, of ja, overval, op de bevrijding van het meisje. En dan kan dat pak ons denk ik redelijk goed helpen met bescherming van ons. Want ja, we willen natuurlijk niet 1, 2, 3 doodgeknald worden. Oh, kijk, hier kan ik als het goed is draaien. Ja, middel snelweg draaien. Heel veilig idee. En dan moet ik hier naar rechts. Zo. En dan hier omhoog. Ik denk echt niet dat deze bus nog veel nodig heeft. Hij rijdt echt ontiegelijk traag. Oké, dan gaan we straks naar rechts. En ja, dan zit deze video er alweer op. Het is al voor mij, duurt al veel langer. Voor mij ben ik al langer dan een half uur bezig. Maar ja, de tijd gaat zo enorm snel. Op het moment dat je iets aan het doen bent wat je leuk vindt. Ja, er komt van de week, beloof ik dus. Van de week, nog voordat de nieuwe Call of Duty uitkomt. Ga ik een tweede deel van deze heist uploaden. Helaas is er nog maar één heist. En komen er voorlopig waarschijnlijk ook nog geen nieuwe aan. Omdat de maker van deze mod het enorm druk heeft met school, zoals hij heeft gezegd. En ja, voor iedereen geldt. Op het moment dat school belangrijk is, dat je druk daarmee heeft, gaat school altijd voor. Altijd voor gamen of het maken van mods of andere hobby's. Even kijken. We zijn inderdaad hier bij het pand van Lester. Dit pand kennen we ook wel uit de heist van de multiplayer. En we leveren onze bus netjes af. Hier in het tunneltje. En dan krijg ik de opdracht Leave the Area. En ik denk dat we Lester dan wel enorm blij hebben gemaakt. Oké, laten we snel wegrennen hier. Goeie, even kijken. Franklin en Trevor lopen ook achter me aan. Het enige probleem is, we moeten nou even opnieuw vervoer zoeken. Want ik denk dat we even naar Lester moeten gaan om even te zeggen... Hey Lester, what's up? Het is ons gelukt. Ja, we gaan zo even nog naar Lester. Lester woont hier. Ik denk niet dat we dit op de per voet gaan doen. Ik moet even een nieuwe auto weten te scoren. Ik regel deze auto wel van deze mevrouw. Hallo mevrouw, ik heb een auto nodig. Ik moet hem even lenen. Fijne dag nog mevrouw. Laters. Oké, we gaan richting Lester. In deze SUV. En gaan we melden dat alles gelukt is. Heist passed. Heist setup SWAT completed. Oké, nou ja, dat is in ieder geval goed om te horen. En voor de volgende missie gaan we nu vast richting Lester. En als we daar aangekomen zijn, ga ik deze video afsluiten. Laat even weten wat jullie van deze video vonden en wat jullie van deze mod vonden. Hebben jullie nog andere hele toffe mods? Laat ze alsjeblieft weten in de reacties. En verder, vergeet deze video niet te liken. Vergeet nog niet te subscriben als je nog niet gesubscribed bent. En er komen binnenkort nog veel meer toffe video's. Ik ga natuurlijk verder met de single player van Assassin's Creed. De nieuwe Assassin's Creed Syndicate. Toch? Geloof ik. Maar was het de nieuwste. Ja. En gaan we verder met de singleplayer. Of gaan we verder? Gaan we beginnen met de singleplayer van de nieuwe Call of Duty. Call of Duty Black Ops 3. Die komt namelijk aankomende vrijdag uit. En daar ga ik natuurlijk ook over de singleplayer een serie maken. En waarschijnlijk ook wel wat multiplayer video's. Want ja, daar heb ik zelf ook wel enorm veel zin in. Ja, multiplayer vond ik vroeger altijd heel tof. Vorige Call of Duty vond ik wat minder. Maar deze wordt voor mij weer heel erg tof. Ik ga de auto hier parkeren. En ik save hier ook mijn game. Zodat ik hier verder ga in de volgende video. Iedereen, bedankt voor het kijken. Vergeet niet mijn social media te liken. Alle links staan in de beschrijving. En staan hier aan de rechterkant. En ja, iedereen bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer maar weer. Laters!